Het nieuwe Rotterdam Centraal is zo goed als klaar. Na jaren van slopen, graven, heien, lassen, bouwen en boren is op 13 maart 2014 de officiële opening. In twee bijzondere uitzendingen van Rotterdam Centraal kijken we terug op een bouwperiode van 9 jaar. We eindigden onze uitzending vorige week met de ingebruikname van het nieuwe metrostation. In 2010 wordt het officiële startsein gegeven voor de bouw van de nieuwe OV-terminal. Daarmee, dames en heren, is de officiële bouwhandeling die heeft plaatsgevonden voor de bouw van de sporenkap van dit centraal station. We moesten voor het eerst in de spoorzone gaan werken. Dat hebben we gedaan in een 12-tal stappen. In totaal 6 keer 26 weken, dus 3 jaar. Waarin we in de eerste stap gedurende 7 weken de oude stationskap helemaal hebben weggenomen op een perron. De fundamenten en de staalconstructie voor de sporenkap hebben gebouwd en het hele perron hebben vernield. Voor ons was het belangrijk dat het station en met name de perrons, dat het een interieur zou worden. Dat je daar nog steeds in de stad zou zijn, in het station zou zijn. En dus was het maken van een grote overkapping boven die sporen was essentieel. En daar was de constructie die wij bedacht hebben. Je zou kunnen zeggen een soort kassenbouwconstructie met houten liggers, een hele geschikte voor. Dan hebben we en dat glazen dak en we kunnen het snel bouwen en goed bouwen. En bouwen op een manier waarop we het treinverkeer zo weinig mogelijk hinderen. Wat het belangrijkste is natuurlijk bij het bouwen van zo'n station, en zeker bij het herbouwen van een bestaand station, dat je tijdens de bouw met die treinen door moet kunnen rijden. En dat kon met deze glazen constructie kon dat heel goed. En die eikolommen die we hebben bedacht, die maakten die snelle en grote overspanning mogelijk. Maar tegelijkertijd refereren die heel subtiel naar het oude ontwerp van Van Ravenstein. Wel heel anders, maar in hun sierlijkheid en in die V-vorm komt iets terug van de geest van de oude perronkappen van Ravenstein, die een hele mooie V-vormige betonconstructie hadden. De overkapping vind ik schitterend mooi. Ook de kolommen die dus liggen, de houten balken die er lopen, het licht, hoe het binnenkomt met het glas. Maar ook waar je met trappen omhoog gaat, die afwerking, die verfijning. Wat een beetje zonde is, dat de perrons zelf hadden misschien iets meer naar de reiziger toe ontworpen kunnen worden. Waarbij het meer een huiskamer had kunnen zijn in plaats van een perron. Dat zou ik persoonlijk, is dat mijn mening, dat zou mezelf wel wat prettiger lijken. En dan zou ik meer de hoge kwaliteit van de overkapping ook meer misschien wat tot zijn recht komen. Het is nu wel een beetje een contrast tussen een perron, ondanks de grijze natuursteen die er is neergelegd, en de overkapping. Bijzonder is het enorme grote oppervlakte van het glas, ruim 3 hectare. En natuurlijk 9000 vierkante meter zonnecellen die we geïntegreerd hebben in het glas. Die zonnecellen leveren ongeveer 15-20% van de energiebehoeften van de terminal op. Die gebruiken we voor liften, roltrappen en voor de openbare verlichting. Met de verwachte toename van het aantal reizigers en de toevoeging van kantoren ontstaat een grotere behoefte aan parkeervoorziening in het stationsgebied. En dus komt er een nieuwe parkeergarage onder het Kruisplein. Met 20 meter is dit de diepste garage van Nederland. De Kruispleingarage is een garage die smal is en diep is. En die is gebouwd tussen diepwanden. En die moeten waterdicht zijn. Dus die kun je niet in één keer maken. Dat zijn stukjes. Dus anderhalve meter, anderhalve meter, anderhalve meter. 40 meter, anderhalve meter en dan weer een stuk. En dat moet tegen elkaar aan zitten. En op die naden mag het niet gaan lekken. En er staat natuurlijk ook enorme waterdruk tegenaan. Nou ja, waterdruk en dit soort betonwerken, dat moet dan wel eventjes goed gebouwd worden. Nou, de Kruispleingarage geeft nog meer ruimte natuurlijk om de stad te kunnen bezoeken. Maar ook om de overstap te kunnen maken naar juist dit hele grote OV-knooppunt. De mooie verbinding waar nu aan gewerkt wordt met de Schouwburgplein natuurlijk. Geeft weer ruimte, maar ook om voor bedrijven die hier zich gaan vestigen, om daar hun auto's te kunnen parkeren. Om in de garage te komen is een afslag in de Weena-tunnel gemaakt. Via een lange ondergrondse straat kom je op een rotonde, waar je kunt kiezen voor de Kruispleingarage of vanaf de zomer van 2014 voor de Schouwburgpleingarage. Eyecatcher van het nieuwe Rotterdam Centraal is de gigantische stationshal. De punt van het dak wijzend naar de binnenstad.
Ja, die punt daarvan zegt iedereen, en hebben wij zelf ook wel eens gekscherend gezegd, die wijst naar het hart van de stad. Maar dat is meer toeval. Die punt is het uitgetrokken deel van het dak van het station, wat we nodig hadden om de tweede metro-ingang te overdekken. Eén van die metro-ingangen komt al in het station uit, dus die is al overdekt. Maar we wilden eigenlijk de tweede grote metro-ingang, die buiten ligt, wel van een afdak voorzien. En daarom hebben we het stationsdak zo ver naar voren getrokken dat dat deel van de metro ook overdekt was. Architectonische waarde van het station moet je bekijken op de situatie zelf, denk ik. Dat is een aspect. En dan is het heel interessant dat het station zich heel goed verhoudt tot het groothandelsgebouw wat er staat uit de jaren 50. Een heel mooi gerestaureerd gebouw op dit moment. En natuurlijk ook het Nationaal Nederlander gebouw, waar twee contrasten gebouwen zijn. De ene is heel glad, slik en anoniem en donker. En het Groothandelsgebouw heeft veel meer schaal, maat en tactiliteit. Terwijl het ook wel echt wel een stoer gebouw is. En ik denk dat het station zich daar heel mooi tot verhoudt. En eigenlijk wilden we het station helemaal niet zo ver naar voren trekken. Want wij vonden juist dat het station zo ver mogelijk naar achter moest liggen. Om een zo groot mogelijk stationsplein te krijgen. Een stationsplein wat eigenlijk zo ver doorliep dat ook het Delftseplein en de Conradstraat op dat stationsplein zouden aankomen. Als het metrostation in gebruik is genomen en de werkzaamheden rond het spoor op voldoende afstand worden uitgevoerd, kan worden gestart met de bouw van de stationshal. Een stalen casco vormt de basis van de hal. Er stond een tijdelijk station voor de deur. Hij werd een metrostation gebouwd. En dan moest je op een gegeven moment zo'n hele grote hal met hele grote balken komen. En daar heb je ruimte voor nodig. Nou, die ruimte die was zo beperkt dat je daar zelfs een hele grote bouwkraan voor nodig hebt gehad. De grootste van Europa. Om hem over het tijdelijk station heen zeg maar, te gaan bouwen. Er is een hele grote betonplaat onder die kraan nodig geweest. Want anders zou die kraan verzakken. Dus om een gebouw te bouwen heb je een kraan nodig. En om een kraan neer te zetten moet je weer een betonplaat maken. Ja, dat zijn toch zaken die wel redelijk uniek zijn. Het lastigste punt is dat de veiligheid, dat de reiziger door een bouwproces heen loopt, terwijl er een enorm bouwproces plaatsvindt boven het hoofd van die reizigers. Veiligheid, dat is het lastigste punt. En geen ruimte hebben. In het ontwerp van het station zijn door de architect ook de invulling van het stationsplein en het kruisplein meegenomen. Vanuit het station loop je via een rode loper van natuursteen zo de stad in. Ja, wij wilden aan beide kanten van het station een zo goed mogelijke entree tot het station hebben. En ja, eigenlijk dat openbare karakter van het nieuwe stadsplein waar het station geworden is, zo ver mogelijk uittrekken. En daarom hebben we aan de stadskant eigenlijk dat nieuwe stationsplein laten beginnen aan op de Kruiskade. Door het hele Kruisplein bij dat station te betrekken. En zo doen we dat ook aan de provenierszijde, waar we de stad ook opnieuw willen inrichten met meer groen en meer water, passend bij de sfeer van de provenierswijk. Het Kruisplein is natuurlijk best een vitale schakel tussen de receptie die het station eigenlijk is en de rest van de stad. Ja, nadat je dus vrijgehaast die de trein uitkomt, is het een plein waar je even kan vertragen. Ook de inrichting van het plein moet daaraan voldoen. En een keuze kan maken welke richting je uitgaat. Je kunt rechtsaf gaan, dan ga je het Oude Westen in. Je kunt rechtdoor gaan, dan ga je naar het culturele cluster toe, rondom het museumpark. Maar je kunt ook linksaf gaan en dan kom je in het shoppingcentrum van Rotterdam terecht. Wat heel belangrijk is voor het Kruisplein, dat er heel snel grote bomen komen staan met heel veel bladeren. Want het zijn wel niet de mooiste gevels van Rotterdam als je binnenkomt. En het zou fijn zijn als je onder een bladerdek verder de Maurits weg op kan en de Singel langs kan lopen. Dat vind ik toch wel een beetje een probleem. Met de hele mooie gebouwen die er staan, als het station, het Groothandelsgebouw en het Nationaal Nederlander gebouw. Dat vind ik toch wel een afbreuk. Dus ik denk dat er snel wat aan gedaan moet worden. Er zijn plannen voor, maar de gevels van het Kruisplein, daar moet snel wat aan gebeuren. Voor het stationsgebied, het Rotterdam Central District, is een gebiedsvisie vastgesteld. Hierin staat precies omschreven hoe het gebied moet worden ontwikkeld.
Het moet veilig zijn, het moet comfortabel zijn. Het moet eigenlijk tegen je zeggen dat je welkom bent. En eigenlijk is er nog iets wat belangrijk is. En dat is dat op deze plek eigenlijk ook in een nutshell zichtbaar wordt wat Rotterdam voor een stad dus is. Dus het grote scherm wat nu daar hangt. En het is fantastisch dat het ook echt gekomen is. Daar worden filmpjes van de haven, van boten getoond. Het zou wat mij betreft nog interactiever mogen, maar het is al een mooi gebaar. Daar begint de ervaring, de experience van Rotterdam als internationale stad. Dat is wat een station, zeker dit station, hè. Met de komst van een nieuw station wordt ook de belangrijkste verkeersader van het gebied, het Weena, onder handen genomen. Vanaf het begin van de bouw van het Centraal Station heeft natuurlijk het Weena in de centrale as een belangrijke rol gespeeld. Omdat daar al het verkeer naartoe en afgewikkeld werd. Maar op het moment dat je gaat bouwen moet je ook al daar wat aan gaan doen. En dat betekende dus dat je bijvoorbeeld de trams, daar moest je al mee gaan schuiven. Het allereerste wat we hebben gedaan in feite in de buitenruimte is de tram verleggen. Die vroeger op het stationsplein halteerde. Dus dat was al de eerste stap die we moesten zetten met invloed op het Weena. En vooruitlopend hebben we dus ook al een onderheide plaat moeten maken. Vooruitlopend op de bouw van de Weena-tunnels. Dus dat waren allemaal stappen die allemaal uitgedacht moesten worden om uiteindelijk het resultaat wat we nu hebben zichtbaar te maken. Nou, de belangrijkste maatregel was van we beginnen met het bouwen van de Weena-tunnel. Toen we die gebouwd hadden, hadden we de levensader door de stad heen gecreëerd. Alle auto's die gingen onder de grond door als ze zeg maar, dit bouwgeweld willen passeren. Een tweede maatregel die we gedaan hebben, is dat we een tijdelijke route gecreëerd hebben hier op de Kruispleingarage. Daarom kunnen we de Kruispleingarage op het dak ook nog niet helemaal afbouwen, omdat die weg er nog ligt daar. Die moet er liggen zolang we het Weena niet helemaal klaar hebben. Nou, vervolgens als je de tram gaat verleggen, krijg je allerlei riolering, kabels, buizen in je handen. Het verkeer moet natuurlijk gaan schuiven in allerlei tijdelijke oplossingen. En uiteindelijk zijn we toe gaan werken via allerlei stappen naar de eindsituatie zoals die er nu is. En dat is eigenlijk een compleet nieuw Weena met onderdoorgaand verkeer, doorgaand verkeer. Alleen bestemmingsverkeer gaat nog bovenlangs. En ja, het is in feite een prachtige boulevard van de stad geworden. Best wel veel overlast gehad van alle werkzaamheden welke moesten plaatsvinden. Met name veel geluidsoverlast. En ten tweede moeilijke bereikbaarheid en een onaantrekkelijk uitzicht. Decor voor een 5-sterren hotel. Compliment voor de gemeente die altijd hun best heeft gedaan om ons goed op de hoogte te houden. In de communicatie naar het hotel toe wat er allemaal moest gebeuren. Maar ja, ook als het slecht nieuws was, het werk moest gebeuren. En dan hadden we met name last van het feit dat men vroeg begon met werken. En dan ligt iedereen hier nog op één oor. En dat is natuurlijk wel lastig te verkopen. Als het stalen casco van de stationshal is voorzien van glazen gevels en een RVS-dak, wordt gestart met de afbouw van de hal. Overal zie je dat het plafond verder afgewerkt wordt met het hout wat er tegenaan is getimmerd. Er worden daglichthappers aangebracht in het dak, waardoor het daglicht in de stationshal kan komen. Je ziet hier een kale betonvloer. Daar gaat in de komende periode ook natuursteen opgelegd worden. De bouw van de stationshal was lastig, omdat op de plek waar de bouw plaatsvond, ook de plek was waar we de toegang moesten creëren voor de bouw van de reizigerspassage. Dus de bouwlogistiek met name was het knelpunt. De bouw van de nieuwe reizigerspassage en de sporenoverkapping wordt in fases uitgevoerd. Dit wordt de bak- en dakfase genoemd. Ja, de bak- en dakfase, daarin namen we de drie sporen in de bak gedurende 14 weken buiten gebruik. En in die 14 weken werd de oude reizigerspassage gesloopt, een nieuwe reizigerspassage van 50 meter breed gemaakt en tevens het dak gemaakt van de sporenkap boven de sporen. De nieuwe reizigerspassage is dus 50 meter breed, 149,5 meter lang en 3,3 meter hoog. En voorzien van heel veel horeca en winkels. Er zijn meer voorzieningen dan vroeger. Vroeger was er door de krappe capaciteit van het station was er ook geen ruimte voor extra voorziening. En die ruimte is nu wel. Als je de hal binnenkomt, dan kom je in ieder geval in een hele ruime hal binnen waar weinig voorzieningen en weinig winkels aanwezig zijn. Dus dat geeft heel veel ruimte en oriëntatiemogelijkheden.
Maar als je echt in de passage gaat naar de sporen toe, dan heb je daar alle voorzieningen waar je gericht op snelheid aan de reiziger dingen mee kan nemen voor onderweg naar de trein. En die voorzieningen hebben we zoveel mogelijk dichtbij bij de sporen willen brengen. We hebben stress gehad toen wij het tijdelijk station moesten verlaten en moesten overgaan naar het nieuwe reizigerspassage. Dat is een eerste indruk, die krijg je maar één keer, die moest goed zijn. En uiteindelijk is die in november 2012 tot stand gekomen. 3, 2, 1... Wat uniek is, is dat je als je door de passage loopt en ook als je in de hal al loopt, dat je de treinen kan zien. Dus je oriënteert je automatisch, je hoeft geen bewegwijzering te volgen. Wat ook heel leuk is, is dat wij het eerste servicecentrum hebben geopend in de hal, waar de RET naast de NS-loketten zit. En we zijn heel benieuwd hoe de klanten daarop gaan reageren. De bouw van zo'n gigantisch OV-knooppunt is erg ingewikkeld. En dat zorgt natuurlijk voor spannende momenten. Het spannendste moment is dat je ruimte moet geven voor de bouw. En de winkel blijft open, dus de mensen blijven van het station gebruik maken. De commercie moet zijn rol blijven spelen in een station. Dus je moet ervoor zorgen dat elke bouwer de ruimte krijgt om te kunnen bouwen. En elke reiziger moet veilig kunnen blijven lopen langs de kortste routes. Wij noemen dat olifantenpaden. We liepen dwars door de bouwproces heen. Volgens mij is het continu voor het team stress geweest om alles goed te laten lopen. Maar voor mezelf had ik toch wel het moment dat er een lek kwam in een van de damwanden. En het water met zand binnenstroomde in waar we toen met de metro aan het graven waren. Nou ja, en we de telefooncellen die er toen nog stonden vlak voor het groothandelsgebouw zo naar beneden zagen zakken. En een van de echt heel spannende was toch ook wel het moment dat wij de grote hal moesten aansluiten op het sporendak van ProRail. Op precies het uitgerekend moment dat daar geen treinen konden rijden. Waar al jaren van tevoren was dat geregeld. Maar dat moet toch wel kloppen. Als een van de laatste onderdelen van het nieuwe Rotterdam Centraal wordt ondergronds een fietsenstalling gebouwd. Met plek voor meer dan 5200 fietsen, waarvan 1430 bewaakte plekken. We hadden al een wand van het metrostation, we hadden al een wand van de Wenertunnel. Ja, wat is dan makkelijker om er twee wanden bij te zetten? Dan heb je er vier. En dan kan je onder de grond, voor de deur, waar je met je fiets helemaal bij de trein bijna kunt komen, de stalling te maken. Alle fietsen onder de grond, je bent ze uit het zicht kwijt. Je hebt een perfecte oplossing gecreëerd, ook voor de fietser. Want hij fietst naar de stalling toe. En je kan je fiets plaatsen daar waar je met je trein verder gaat. Ja, ondergrondse fietsenstalling is natuurlijk wel heel bijzonder. Zeker in zo'n gebied waar toch al heel veel aan allerlei faciliteiten is. We zien het steeds meer wel in gebieden, maar dit is nu de grootste van Nederland, dus daar zijn we heel trots op. In november 2013 wordt na 2 jaar bouwen de ondergrondse fietsenstalling in gebruik genomen. Wethouder Jeannette Boyeux parkeert als allereerste haar fiets. Architect van de fietsenstalling is Maarten Struis, die ook verantwoordelijk is voor het ontwerp van het nieuwe metrostation, de Wenatunnel en de parkeergarage op het Kruisplein. Waar ik uitermate tevreden over ben, zijn deze 2 lichtwanden. Het zijn eigenlijk vluchtgangen die erachter zitten, maar die hebben we van glas gemaakt met licht daarachter, zodat we in de hoek waar we helemaal geen daglicht konden krijgen, toch een atmosfeer hebben weten te maken die licht is. Het gaat allemaal over, voel je je veilig, durf je fiets daar neer te zetten en weet ik mijn fiets terug te vinden. Dat zijn eigenlijk de criteria. Een week later wordt alweer ondergronds feest gevierd. Ditmaal in de Kruispleingarage. De nieuwe parkeergarage biedt plek aan 760 auto's en heeft ook een waterberging op het dak. Wij hebben een aansluiting gemaakt op de Westersingel, waardoor het water, als dat zeg maar, op het oppervlaktewater komt en de Westersingel gaat 10 centimeter stijgen, het water keurig netjes via een buis zeg maar, de waterberging inloopt. Het meest lastige is de voorbereidingsperiode geweest. Hè. Het heeft 10 jaar geduurd, 2003 tot 2013. In 2005 is de bouw begonnen. In 2005 zijn we ook begonnen definitief het ontwerp af te ronden.
En in 2006 hadden we pas het geld geregeld wat nodig is om de bouw te doen. Nou, dat zet spanning op een proces. Geld en plaatje moeten met elkaar in evenwicht zijn. En in die periode hebben we flink moeten onderhandelen met het ministerie ook, om ervoor te zorgen dat we voldoende budget hadden om in 2008 door het spoor de spoorse deel te laten bouwen. Daar zat de spanning. Ik ben betrokken geweest bij de onderhandelingen, de afronding van het contract voor Rotterdam. Rotterdam was toen een van de laatste waarmee we rondkwamen. En dat was toch wel een moeizame onderhandeling. Wel bijzonder is dat ze die achterstand helemaal hebben ingehaald. En eigenlijk als eerste nu opleveren. Dus wat dat betreft, zullen we maar zeggen dat het Rotterdamse mentaliteit is. De trots dat wij als Rotterdammers als eerste een station gereed hebben, terwijl in het hele land dat nog niet het geval is. Dat we dat met z'n allen geklaard hebben, dat is een stukje, dat blijf je altijd bij. Dat je dat met zoveel mensen hebt mogen bouwen midden in de stad en dat je nu dit mooie gebouw tevoorschijn ziet komen, daar ben je enorm trots op. Het past bij Rotterdam, het geeft Rotterdam een groots karakter, een stad waar je weet dat er torens staan, dat er een grote waterweg is, een van de grootste havens van de wereld is. Dit station past daarbij en dat geeft een trots gevoel. Voor mij persoonlijk betekent dit station het eerste station wat ik af heb. Want ik moet er nog drie, van Amsterdam, Den Haag en Utrecht maken. Nou, heel erg trots dat ik een bijdrage heb mogen leveren aan dit prachtige bouwwerk. Ja, een spectaculair herkenbaar ontwerp, wat echt als stationsgebouw zichtbaar is. Nu het station af is, een hele zorg minder en vele kansen rijker. Ik heb als kleine jongen aan de hand van mijn vader door de binnenstad gelopen. Wij woonden hier niet zo gek ver vandaan, vroeger. En ik kan me een gebied herinneren wat echt in puin lag. Maar ik had nooit durven dromen dat zoiets op deze plek tussen al de puin destijds zou verrijzen. Ik durfde er eigenlijk ook nauwelijks te komen, want ik had toen net het verhaal gehoord van de reus van Rotterdam. En ik dacht dat hij daar in het puin, achter die puinhoop ook leefde, daar was ik bang voor. Nou, hier staat een nieuwe reus en ik ben er niet meer bang voor, Alfred. Ja, ik vind het een geweldig project om te hebben gedaan. En ik vind het vooral voor de stad natuurlijk geweldig dat je toch zo'n mooi station, en echt een plaatje van een station als ontvangst al hebt voor deze stad. En ook, laten we zeggen, een startpunt voor ontwikkelingen die verder nog in de omgeving kunnen gaan plaatsvinden. Want die ruimte is er ook nog. Het is een werk waar ik vanaf de sloop tot nu de opening aan heb kunnen werken. Met een geweldig team. Echt alle complimenten hoe de partners samen hebben gewerkt. Ja, en dan is het wel echt een feestje. Dus heel, heel goed gevoel persoonlijk natuurlijk. Ja, en ik heb een heel mooi uitzicht gekregen vanuit huis.